juli 2016 verlengde jij jouw contract bij Lierse. En dezelfde dag word je verhuurd bij NAC. Hoe zit dat? Ja, dat is een keuze dat ik heb gemaakt. Lierse die wordt mij enerzijds ook langer aan zich binden. En anderzijds waren zij zich ook wel bewust van de mooie kans die zich voordeed. Maar dan NAC zich kwam melden. En dan hebben ze een beetje vertrouwen naar elkaar uitgesproken. En ik wou heel graag dit avontuur aangaan. En ik heb dan ook geen probleem met mijn contract te verlengen daar. Hoe bevalt NAC en de stad Breda tot zover? Niet zo super groot, maar alles dicht bij elkaar, heel gezellig, s'avonds. Verder ben ik hier heel op mijn gemak. En zeker het trainingscentrum, alles is hier aanwezig om beter te worden. En dat is toch belangrijk. Hoe bevalt het om de eerste keeper van NAC te zijn? Grote club, hè? Grote voorganger. Niet te vergeten dat Jelle toch wel hier een heel grote persoon is geweest en nog steeds. En dat is, er zit wel een beetje druk op bij die opvolging. Maar anderzijds probeer ik gewoon mijn stijl van keeper hier te tonen. En op mijn manier belangrijk te zijn. En hij is al op zijn manier in het verleden geweest. Maar het bevalt me wel heel erg. Ja. En hoe bevalt het om met hem te werken als keeperstrainer? Hij heeft zoveel ervaring, daar kan je gewoon iedere dag dingen aan vragen, dingen van leren. Hij loopt ook altijd te lachen en te doen, maar op momenten dat we serieus zijn, dan is het serieus. En als keeper moet je het kunnen loslaten en kunnen oppakken als het nodig is. En hij is gewoon, ik kende hem niet zo heel hard hiervoor, maar hij is echt een fantastisch persoon.